Het is inmiddels traditie dat voorafgaand aan de landelijke Veteranendag de Haagse veteranen ontvangen worden door het gemeentebestuur. Gisteravond vond ontvangst plaats in Madurodam. Namens de gemeente werd iedereen welkom geheten door burgemeester Pauline Krikke. Ja, het is een belangrijke traditie. En net als in andere steden in Nederland heeft Den Haag gelukkig ook de traditie van een ontvangst voor al haar veteranen. Den Haag heeft iets van 2000 veteranen. En ik vind het zo fijn dat er zoveel mensen vanavond hier zijn die onze uitnodiging geaccepteerd hebben. Want het is aan de ene kant is het met elkaar praten over hele gezellige dingen. En aan de andere kant is het ook wel heel goed om alle ervaringen die er zo waren te delen. Aanwezig was ook de 100-jarige veteraan Joe Koenders, die in de eerste oorlogsdagen betrokken was bij de verdediging van Den Haag. Ik woonde in Zeeland, in Vlissingen. Vlissingen, Soemburg. En vandaar ben ik bij Bergen op Zoom, met de Bergen op Zoom, de mensen gegaan die ook soldaat waren. En Bergen op Zoom zijn we 8 mei vertrokken naar de vesting Holland, Delft, Rijswijk, Den Haag. Maar om Den Haag te verdedigen. Maar ik vind het wel leuk, omdat die 7 vanaf 8 mei betrokken waren bij de verdediging van Den Haag. Ja. En daarom vind ik het leuk als er 7 nu nog dit weten van vroeger. Het heeft helemaal niks te betekenen. Het is alleen aardigheid. Zoals in voorgaande jaren was er weer een grote opkomst van veteranen. Maar niet iedereen is fan van de Veteranendag. Nee, ik heb het niet zo op het ceremonieel van Defensie. En mooi dat het gebeurt, maar ik vind dat toch iets meer voor de wat oudere garde. Ik vind dat met name mijn lichting hebben ze wat nagelaten van Defensie uit. Dus ik distancieer me niet, maar je zal mij geen haring zien eten hier. Op wat voor manier zijn jullie genegeerd dan door Defensie? Ja, wij zijn bij terugkomst 3 minuten gediebriefd en dat was het. En er zijn allerlei dingetjes eigenlijk gebeurd vanuit Defensie. Het was nog niet helemaal zoals het nu is, gelukkig. En dat steekt mij nog steeds. Ik ben niet geïrriteerd, maar wel dat heeft nog steeds een smaak in mijn mond.